Ja mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Mafia 3. We zijn hier bij ons objective. En we gaan met deze gast praten. Need to talk to Cassandra. She said you could use some help. Assuming you're a man. Assume at your own risk, Lincoln Clay. Hij is een Fransman. Hoor je wel eens een accent? We take a boat to the bayou, grab the bears, bring them back. Bayou can be a rough territory. Dixie Mafia knows every inch. Do those white boys scare you, friend? Did they touch your zozo when you were a child? Cassandra failed to mention your charming personality. I highly doubt she forgot. You do this kind of thing back in Haiti? Back in my country, I was a hooligan, a priest. What's a priest know about trafficking weed? I did not run marijuana, friend. My cargo was refugees, people. I saved their lives, got them away from Duvalier. But you probably don't know much about that. We gonna have a problem, you and me? Cassandra says we are partners, that everything is cool between us. Are we cool? Don't think I call it that. Neither would I. Cassandra might be able to let go of what you did to our people, but I cannot. Maybe you'd be happier back in Haiti. It was not my choice to come here, leave my home. But I'm trying to make the best of it. Oh, we all. There are still Dixie Mafia scattered around the hollow. If you have the time, you should see to them. Convince them to leave. Okay. Wij mogen elkaar blijkbaar niet zo. Is being delivered down in the bayou. Get a boat, use it to bring everything back. Oh, moeten we dus iets met de boot doen? Nou ja, oké dan. Het zal. Waar de fuck zijn wij daar nu nou? Wat is dat groene hier? Oh, dat is een medkitje. Nou, dat kunnen we natuurlijk wel gebruiken. Wat de fuck moet ik doen? Nou, we gaan wel hier mee heen naar Cassandra. Pak gewoon een auto. Vinden ze niet erg. Ik weet niet of er iets bij Cassandra iets is, maar we zullen laten zien. Hier is trouwens ook nog een blauw dingetje links op de map, die wil ik ook eigenlijk zo eventjes hebben. Oh, dit is wel een heel andere toeter trouwens. Iets van een Playboy blijkbaar. Nou, laten we eens eventjes kijken. Dat is in dit huis voor ons, ja. Zo, deurtje even openen. Zo. Dan gaan we weer in de auto. En dan rijden we hem naar Cassandra toe. Kijken wat daar te doen is dan. Of daar überhaupt iets te doen is. Zo, die is mooi geparkeerd. Zo, laten we eens eventjes kijken. Een trappetje omhoog. En dan even kijken of zij ook wat te zeggen heeft of zoiets. The Loire welcome you. And so we had this kind of money because all I recognize the trust you had to have to put the holler in my hands. You won't regret it.
Ja, hier is het blijkbaar niks doen, maar dan weet ik niet precies wat ik daar wel moet. Ga er weg, mug. Maar die Alma, daar ben ik al geweest. En misschien deze dan nog dan. Of hier iets. Hier hebben we ook nog wat te doen. Kan ik al schieten trouwens de vorige keer? Maar dat kan ik een beetje moeilijk testen hier natuurlijk, maar... Laten we anders gewoon daar even heen gaan. Misschien... Oh... Is dat nog een objectief die we beslist moeten doen voordat we verder kunnen. Dat zou natuurlijk zo best kunnen. Dus laten we dat dan eerst maar eventjes doen. Auto staat hier denk ik, ja. Dus even een stukje rijden, maar dan kunnen we gewoon samen even lekker even een stukje rijden. Kunnen jullie zien hoe beroerd ik kan rijden? Oké. Aan de kant. Ik zit net is ook een klein autootje, die witte die er stil stond. Dat gaat er best snel trouwens, vond ik. Dat was wel grappig. Kijk, ze reageren er echt wel op. Dat is wel tof om te zien op zich. Ik moet hier erin. Sta je de hele tijd zoveel een mug hier rond te vliegen? Dat is echt stront hier dan. Een scheidhekel aan die beesten. Doei doei. Oh 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 oh. Rustig. Moet kijken hoe die zon daarop komt. Of onder gaat. Ik weet niet wat het is. Het ziet echt wel mooi fancy uit hoor. Nou, radio lekker mee. Oh! Sorry mevrouw, meneer. Motorkap die is wel flinke pad. Moet er al 1900 damage aan het kamp doen. $1900 aan. Oké, okay, nou we zullen het wel zien. Even kijken waar het dan precies is. Oh, hier zo meteen rechts. Oké. Okay. Prima. Het is echt in zo'n... Ja, helemaal in een hoek, zeg maar. Nou, laten wij eens even kijken. Wat hier te beleven is. That's a good shit right there, boy. Fucking A. White man's work is never done. Dan moet ik alleen even kijken. Waar die nou langs gaat. Hij komt hier langs. Oké, dan kan ik hem mooi zo killen zo meteen. Lekker een biertje in de hand. Nou, doei meneer. Dan hebben wij nog wat meer mensen. Dat is erg fijn. We gaan hier eventjes langs. Even kijken of we erachter kunnen komen. Kijk, mooie grote bomen hier. Kijk, nu zijn we erachter. Dat is al eventjes iets makkelijker. Nou, kom maar. Hoppakee, die is ook dood. Dan loopt daar nog eentje. Oh, daar is ook nog een. Kom eens. That's the good shit right there, boy. Nothing. Try over there. Ja, kom maar.
Zo, die is ook neer. Oké, okay, nice. Er zijn daar nog 3 lui en daar is er nog eentje. Even kijken hoe we dat gaan aanpakken. Gaat die gast ook nog wat doen? Oké, kom maar. Hoppakee, die is ook dood. Ik kan nog steeds niet schieten. Ik weet echt niet wat de fuck dat van bullshit is, maar bedankt, game. Echt heel erg bedankt. Even kijken hoor. Moet ik zo dicht mogelijk bijkomen. Maar kom maar hierheen. Kijk, kom daar langs. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Hoppakee. Shit fire. He's got a gun. Oh, daar is ook weer eentje. Jezus. Hoppakee. Nou, ik kan niet schieten, dus dat is mooi kut. Misschien als ik nou eens een ander wapen pak. Nee, nog steeds niet. Dus dat is mooi kut. Want ik weet nog niet echt, ja. Hoe ik dat kan oplossen. On the bright side, I get to clean my shorts now. Hoe is die gast? Hoppakee, die is ook dood. En dan moet ik maar hopen dat ik het kapot kan slaan, zeg maar. De damage die we moeten doen. Alleen dat weet ik echt nog niet zo zeker eigenlijk. Oké, okay, ik kan het gewoon met E doen. Oké, okay, en daar is er nog eentje. Dat kan ik gewoon hopelijk allemaal met E doen. Dat is natuurlijk het mooist. Maar we gaan even kijken. Dit is ook met E. Oké, okay, dan moeten we zo meteen met Nicky Burke praten. Ja, dit moet ik zeker dan met... Oh, we hebben ook nog een... Nee, ik weet niet hoe ik dat al snel kan vernietigen. Maar is deze nog van de map weg dan? Nee, hij staat er nog steeds. Nou, ik kan niet schieten, ik snap dat niet. Misschien, kan ik even wat helemaal erbij roepen, dan kan ik wat granaten misschien halen en dat ik het dan misschien kan laten ontploffen. Kijk hoor, explosieven. Frag grenade, oh, dat kan ik niet kopen, kut. Enter full, oh. Hoe de fuck open ik dat dan? Kijk, supplies. Linkelen? Oh, je hebt ook upgrades van Linkelen. Nou, dat had ik voor mij gewoon laten zien, ja. Hoe gebruik ik dan een molotov? Die zie ik ook niet tussen staan. Betty wil statue. Wat is dit dan? Oké. I'm looking for some backup. My pal Vito says y'all are some bad motherfuckers. Well, Vito ain't wrong. In fact, he's very, very. Nou, hier heb ik niet zoveel. Nou ja. Laat ik maar naar die. Next time then. Ik heb daar niet zoveel aan.
Laat ik in ieder geval maar naar die Nikki of zo toe gaan. Ik zou zeggen, let's go. En dan gaan we daar een beetje zijn. Oké, mensen, we zijn aangekomen bij Nikki Burke. Dus daar gaan we nu eventjes mee praten. Kijken wat die te zeggen heeft. He's back at the Sweetwater Distillery. Any idea how he'll react when I go in there? He's bug shit crazy swamp people. How do you think he'll react? Still, might be worth keeping him around. No one knows the bayou like he does. Oh, you one for this, Nikki? Damn right you do. Okay, even kijken, waar moeten we dan heen? We moeten daar. Okay, nou laten we daar maar eventjes heen gaan dan. Confront. Paul Beers. Alright. Nou, let's go. Gaan we met ons mini-autootje er eventjes heen. Maar wil ik zeggen, er zit best wel veel power in. Wel een grappig autootje dit op zich. Gaan een beetje slippen zo. Wee. Twee banden door de bocht heen. Of op twee wielen eigenlijk, hè. Er zit een mug op mijn microfoon, dat is niet zo leuk. Ik zal zo meteen eerst even neerslaan, want ik word helemaal gek van dat hoerenbeest. Oh. Jammer genoeg kan ik daar niet even aanrijden, of doorheen rijden. Alleen even kijken, zijn dit dan weer enemies? Ja, ik al heb ik dit gebouw nou al 80 keer gedaan. Maar in ieder geval, dat gaan we weer doen in de volgende aflevering, mensen. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Even een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik je natuurlijk weer bij de volgende video. Later.